Hallo en welkom bij Honeyhandig met SketchUp. In een vorig tutorial heb ik je uitgelegd hoe je modellen uit het 3D Warehouse kunt downloaden rechtstreeks in je SketchUp tekening en hoe je ze moet draaien en kunt verplaatsen. Nou, hartstikke leuk. In deze video ga ik je uitleggen hoe je zelf een soort archief kunt aanleggen op je eigen computer. Door de modellen niet rechtstreeks in je tekening te laden, maar ze eigenlijk op je computer te zetten en daarna in je tekening te kopiëren. Waar is dat nou handig voor? Stel nou dat je een keer bij een klant bent en je wil een model laten zien, of je bent thuis aan het werken en je internet werkt het niet. Dan kan jij niks van het 3D Warehouse halen. Wat ik ook merk is dat als jij op het 3D Warehouse zit, en ik zal daar heel even naartoe gaan, dan moet je vaak voordat je het model gevonden hebt, kom je of A, heel veel andere modellen tegen waarvan je denkt, die zijn super mooi, wil ik eigenlijk heel graag bewaren, maar heb ik nu niet nodig. En de volgende keer als je het nodig hebt, dan moet je er heel lang naar zoeken en kan je ze niet vinden. Dus dat is gewoon een ding, daarom is het handig om zelf een archief aan te leggen. En dus B, als je geen internet hebt, dan kan je niks. Nou, het scheelt gewoon heel veel zoekwerk en je stelt je eigen archief samen, waardoor je veel makkelijker aan je modellen kunt vinden. Want stel nou dat ik nu bedenk, ik wil een hoekbank hebben. Ik vind deze heel mooi, maar dit is hem niet wat ik nodig heb. En ik ga verder aan het zoeken, moet ik pagina's doorzoeken. En de volgende keer denk ik, oh, waar stond die ene hoekbank nou ook alweer? Kan ik het opnieuw gaan zoeken? Beetje onzin. Hoe je dat kan doen dus, is zelf een archief aanleggen en het niet rechtstreeks in je SketchUp te laden. Hoe doe je dat? Dan pak je gewoon een internetpagina. En dan ga je naar het 3D Warehouse. Je kan gewoon intypen 3D Warehouse, dan staat die eigenlijk al bovenaan. Als je daarop klikt, dan kom je eigenlijk op dezelfde pagina terecht, alleen niet in SketchUp, maar buitenom. Gewoon op een internetpagina. Dat is één. En ten tweede maak je ergens op je computer een map aan waar je je archief gaat aanleggen. Dus je gaat naar deze computer. En zoals je ziet heb ik hem, ik heb zelf al een map gemaakt. Ik heb een bedrijf en in mijn zakelijke bedrijf heb ik een archiefmap gemaakt. Daarin zit mijn Google SketchUp archief. Dus maak een map aan, zodat je daar eigenlijk al je modellen in kan downloaden. En ik zou je aanraden om daar submapjes in te maken. Hè, bijvoorbeeld meubels. En bij meubels heb ik banken, barkrukken, bedden. Eigenlijk weer onderverdeling gemaakt. Je kan het zelf inrichten zoals jij wil. Maar maak een aparte map aan. Goed. Als je dat gedaan hebt, gaan we terug hier naartoe. Stel nou dat ik een bank wil hebben. En ik ben aan het zoeken. Ik ga hier door deze dingen heen. Dan ben ik op zoek. Ik ben nu bijvoorbeeld op zoek naar een specifieke hoekbank. Als ik dan ondertussen allerlei andere banken zie die ik graag wil hebben, dan kan ik die downloaden. En dat kan je als volgt doen door gewoon hierop te klikken. Of eerst even dit te kijken hoe groot dat die is. En dan te zeggen, als je zegt, nou dit is goed, dan zeg je download. Dan zal die waarschijnlijk vragen, je moet nog even inloggen. Dat kan. Ga ik dat meteen even doen. En als je bent ingelogd, dan moet je die bank even opnieuw opzoeken en nog een keer op downloaden klikken. Dan kan je kiezen voor welke versie je dan wil downloaden. Dus kijk even welke versie van SketchUp je hebt en dan klik je op de versie die je wil downloaden. Als je dat gedaan hebt, dan opent zich gewoon een pop-up menu. En dan zoek je die map op waar jij het in wil opslaan. Dan kan je die bank nog een andere naam noemen. Ik laat hem gewoon staan, dus Bank Zweden. En dan zeg je save. En dan is die opgeslagen. Dan staat hij hier rechts onderin. Wat je nu kan doen is, je kan naar die map gaan. Bij mij stond die in banken. Bank Zweden. Ik zal hem even op lijst zetten. En dan kan ik hem hier opzoeken, Bank Zweden. Kan ik op dubbelklikken, dan opent hij hem. Wat ik ook kan doen, is hier rechtstreeks dubbelklikken. Dan gaat hij hem vanzelf openen. Wat hij dan doet is, naast de SketchUp tekening die ik al had, dat was deze, opent hij dadelijk een extra SketchUp tekening
met daarin alleen die bank. Zoals je hier ziet. Het mooie is, dan kan ik meteen hier al zien of dat deze man erbij in zit. En dan zie je dat hij los staat. Dus dat is handiger. Alleen moet je deze bank nog hier zien te krijgen. Nou, dat doe ik als volgt. Je selecteert de bank. Dan zeg je copy. En nou kan je dat hier via het menu doen. Of je klikt in Ctrl-C. Kijk even, als jij een Mac hebt, dan is het waarschijnlijk geen Ctrl-C. Maar dan is het je commandtoets C. Dus Ctrl-C. Dan zal die even na moeten denken om hem te kopiëren. Dan ga je hier naartoe en dan kan je hier zeggen bijvoorbeeld paste. Of je kan zeggen, dat is Ctrl-V of voor de Mac CMDV of gewoon Ctrl-V. Dan komt er een plusje bij je selectietool te staan, zoals je bij mij ziet. Dan kan het heel even duren. Het kan soms duren, het ligt eraan hoe groot dat je model is. Het kan even duren voordat hij er is. Nou, dan heb je hem in je tekening staan. Krijg je je move tool en kan je hem vervolgens draaien zoals jij wil. En op de plek neerzetten zoals jij wil. Maar daarnaast staat hij dus ook hier gewoon in het archief Bank Zweden. En het mooie is, dus hoe vaker dat je dit doet, ik zal het heel even laten zien, ik doe het al een tijdje. Dan krijg je een heel archief met eigenlijk alleen maar banken die jij mooi vindt of die jij een keer gebruikt hebt in je model. En kan je dus dingen heel makkelijk weer terugvinden. En op deze manier leg je eigenlijk zelf een offline archief aan. Het lekkere daarvan is stel nou dat SketchUp in de toekomst een keer bedenkt. Ja jongens, ik vind het allemaal hartstikke leuk, maar jullie moeten gaan betalen voor de modellen. Heb jij gewoon een 3D Warehouse archief zelf en heb je die modellen allemaal zelf staan. Dus het kan op twee manieren. Rechtstreeks in je tekening laden. Kijk dan even de video die daarover gaat. Of via een internetpagina waardoor je een eigen archief aanlegt. Tot zover deze tutorial van Honey Handig met SketchUp.